Wie ben jij? Wees niet bang, lieve Maria. God heeft een heel bijzonder plan voor jou. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. En je zult een Jezus zijn. Hij zal de zoon van God zijn. Hij zal een koning zijn voor iedereen op de wereld. Maar ik heb nog nooit met een man geslapen. Door de liefde en de kracht van God zul je zwanger worden. En je zult een bijzondere zoon grootbrengen. Jouw verloofde Jozef zal je daarbij helpen. Zo blij. Ja. Ik ga binnenkort trouwen met mijn droomvrouw, maar ik wil wat voor de maken, maar hebben jullie misschien ideeën? Heeft iemand een idee wat ik voor ze zou kunnen maken? Een beeldje of een wieg bijvoorbeeld, als we ooit een kindje kunnen willen krijgen? Een wieg. Ja, een wieg. Een wiegetje. Ja, leuk, leuk. En hebben jullie misschien een idee voor een beeldje? Iemand een... Iets wat een leuk gebaar is voor mijn toekomstige vrouw. Nou, kom erbij, kom erbij. Jozef, er is iets bijzonders gebeurd. Oh, Maria, lieverd, doe eens rustig. Ja, ik ben zo enthousiast. Ik vind het wel eng om je te vertellen. Zou je me geloven? Ja, natuurlijk zou ik je geloven. Je wordt mijn vrouw. Nou, vandaag verscheen er een engel in mijn kamer. En ze zei dat ik een kindje krijg. En dat we van God zou zijn in de redder van de wereld. Maar wacht, Maria. Dat kan toch helemaal niet? Wij zijn nog niet getrouwd en we hebben nog niet met elkaar geslapen. Dat zei ik ook al tegen die engel, maar die zei dat de liefde en de kracht van God ervoor zal zorgen dat ik zwanger word. En vanochtend voelde ik het. Echt waar, Jozef? Nou, wil je me nu vertellen dat je zwanger bent? Ja, en God heeft hiervoor gezorgd. Het is een wonder. Geloof je me? Natuurlijk geloof ik je, Maria. Als God dit tegen jou gezegd heeft, zal ook Hij mij een teken geven. Jozef, maak je niet ongerust. Het is goed. Wacht een kindje. Oh, wat leuk, maar weet je wel of de jongen het meisje wordt? Niet gezegd. Zo, ik zal beginnen aan de wiegje. Weet ik waar het is? Zo. Heb je al een naamdag? Nee, jij wel dan? Nee, natuurlijk niet. Sorry mensen, jullie moeten weg. Ik moet echt een wieg bedenken. Welkom in mijn Romeinse paleis, koning Herodes. Ik heb het vuur al voor aangestoken, zodat u het lekker warm heeft. Ik dank u voor deze warme ontvangst. En dat ik als koning van het Romeinse Rijk hier ontvangen mag worden. Ha, het Romeinse Rijk, op toppunt van haar macht. Dat heb ik voor elkaar gekregen. Ik, keizer. Gaius, Octavianus. Ha, goddelijke Caesar Augustus. keizer van het Romeinse Vredesrijk. En uw volk te dienen voor deze behandhaving. Tja, en terecht dat je er dankbaar voor bent. En belasting betalen, dat gaan jullie natuurlijk ook. Want dat vind ik heel belangrijk. Heren, kan ik jullie misschien een druifje aanbieden? Oh, lekker. Kom. Betalen? Nee. Belasting? Nou, belasting betalen. Wat had u daarvoor over? Zoveel mogelijk natuurlijk. Ik zal gaan berekenen wat ik u ga schenken. Idioot, dat ga je toch niet zelf doen? Dat laat je volk doen. Oh ja, ja natuurlijk. Ik laat mijn volk tellen. En zal gaan kijken wie haar belasting kan gaan betalen. Dienaar. Uw dienaar, machtige en verheven keizer. Ga zitten. En schrijf op dat iedereen met zijn gezin daar naartoe gaat naar de plaats waar hij geboren is. En wel voor het einde van dit jaar. En voeg eraan toe dat dat het bevel is van keizer Augustus. Een goed plan, denk ik. Een heel goed plan. Zeker, mijn keizer. Ik zal in ieder geval het belasting kunnen innen voor mijn volk. En ik kan ook controleren dat ze aan mijn keizer zijn, aan mijn koning. Precies.
Dienaar, wat heb je precies opgeschreven? Zijne verheven grootheid, regeerde van Rome, vorst der volkeren, weldoener der wereld, heerser van het heelal, keizer Augustus, Caesar Augustus beveelt dat alle inwoners van het universele imperium Romanen zullen worden ingeschreven. Daarvoor melden zij zich met hun gezinsleden in de plaats van hun geboorte. Deze inschrijving dient plaats te vinden voor de eerste volle maan van het nieuwe jaar van Jupiter. Aldus is bevolen. En zo zal het gaan. Maar iedereen die schijnt een slaapplek te zoeken hier in Bethlehem. Het is toch geen Jeruzalem? Ja, echt, alles is vol. Ik heb net ook al een vrouw moeten doorsturen. Hartstikke zwanger, ja, okay. Stikmoei. Ja. Ja, ik hoop maar echt dat dat vrouw snel een slaapplek zoekt. Hè? Want anders wordt dat kindje gebied in een stal geboren. Op straat. Ik heb er ook naar de dieren gewezen. Ik denk, ja, nee, tenminste nog een beetje warmte, nee. Ja. Maar ja. Sorry, we zijn echt helemaal vol. Alles is vol. Dus ons truske, die heb ik wel lekkers voor jullie. Bijna. Ja, ik ga mijn hooi niet stoken. Ja, dat hebben we ook nodig voor hooi, anders lukt het ook niet. Gelukkig blijft het water warm. Ja, gelukkig wel. Zo. Oh. Gelukkig. Hebben die schapen gewoon dikke wol, dat ze niet zo koud hebben. Stil eens. Hoor je dat? Ja, ik hoor het ook.
Maar, wat is het? Nee. Herders op je hoede. Als er een leeuw is, moeten we er klaar voor staan. Ja. Wees niet bang, herders. Ik ben een engel van God. Wat? Wat ben je mooi. Oh, dat licht. Wat een warmte. Ik heb bijzonder nieuws. Vandaag is er een ontzettend belangrijk kindje geboren. Hij zal de redder van de wereld zijn. Ik wil het kindje zien. Als u een baby in doeken gewikkeld in een voederbak vindt, dan zullen jullie weten dat dit het kindje is. Hoor je dat? Laten we dat kindje gaan zoeken. Ja. Ga je mee? Ga je er ook mee? Volgens mij is het gaat u maar. Die kant op. Ja, die nacht kwam een engel van God bij enkele herders die buiten in het veld overnachten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. Wees niet bang, zei hij, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Christus de Heer. Ik zal u vertellen hoe u hem kunt herkennen. Het kind ligt in doeken gewikkeld in een voerbak. Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemelsleger was het. Bijten niet en de kameel zeker niet. Maar jullie zijn ook allemaal onderweg, toch? Jullie volgen ook de ster. Of niet? Wij bestuderen de sterren al een tijdje. En de sterren zeggen ons dat er een nieuwe koning is geboren. En dat is heel goed nieuws, toch? Ja. Maar hebben jullie die keizer, die Augustus,
Hebben die ook al ontmoet of niet? Ja. Was dat een leuke man of was hij een beetje raar en gemeen? Een vervelende man, hè? Hij is gemeen, hè? En die koning Herodes, was dat wel een vriendelijke man? Ook niet, hè? Is goed, dan is het maar goed dat er een nieuwe koning geboren is, toch? Ja. Hé, maar als er een babytje is geboren en jullie gaan er naartoe, wat doen jullie dan? Nemen jullie dan iets mee of? Wat doe jij als jij naar een babytje gaat? Nemen jullie cadeautjes mee? Cadeautjes meenemen, toch? Ja. Ja. Dat hebben wij ook gedaan. Kijk. We hebben de allermooiste cadeautjes uitgezocht die we konden vinden. Huh? Omdat er een nieuwe koning is geboren, verdient deze koning het beste en het mooiste. Dus ik heb goud meegenomen voor de koning. Oeh, dat is wel heel mooi. En zijn jullie wel eens op een kinderboerderij geweest? Of op een boerderij? En vinden jullie daar lekker ruiken? Of vinden jullie daar een beetje stinken? Stinken? Stinken, ja. Daarom heb ik wierook meegenomen. Zodat het lekker ruikt bij het kindje. En ik heb mirre meegenomen. En mirre, dat is een kruid. En daar maken we olie van. En dan blijft het kindje mooi schoon. Dat ruikt ook lekker. Dus wij zijn paraat en klaar om deze mooie geschenken te brengen naar de nieuwe koning. Het kindje wat geboren is. Ja. En jullie zijn al even onderweg. Maar ik moet jullie wel verzoeken om nog verder te gaan. En normaal gesproken zie je een fantastische grote ster in de lucht. Die zie je wel, maar is even niet aanwezig. Maar als je rechtdoor gaat en volgt de lichtjes die je al heel de tijd aan het volgen bent. En ga linksaf. En daar zul je iets moois zien. Daar zie je de nieuwe koning.